Vandaag de eerste uitzending van het programma Kunst in de Stad, dat tot stand gekomen is in samenwerking met de gemeente Spijkenisse. Zij hebben vorig jaar het boek Beeldend Spijkenisse uitgebracht. En aan de hand van het boek nemen we je mee in 13 afleveringen langs de bijzondere kunst die Spijkenisse rijk is. We doen dit aan de hand van interviews met de kunstenaars. In deze aflevering kun je kijken naar een gesprek met Marjolein Duwis, want waarom vindt de gemeente kunst zo belangrijk? Een interview met Reinier Lagendijk, dat is de kunstenaar van de Boom van Staal. En Kees van Wijngaarden. Hij is voorzitter van de stichting Oud en Nieuw Spijkenisse en zal wat vertellen over het verhaal achter de dorpsomroeper. Aan het eind van dit programma hebben we een prijsvraag waarbij je het boek Beeldend Spijkenisse kunt winnen. Op 22 december is hier op de rotonde Maaswijkweg Rivierenlaan het kunstwerk Boom van Staal onthuld. Dit is gemaakt door Reinier Lagendijk. Maar wie is Reinier Lagendijk? Nou, ik ben beeldend kunstenaar. Ik ben 1994 afgestudeerd in de kunstacademie in Enschede. Ik woonde in Hoogvliet sinds kort, maar nu in Hoek van Holland. Ik maak werk voor openbare ruimtes, maar ook gewoon voor exposities, beeldinstallaties. Hoe ben je tot het ontwerp van dit kunstwerk gekomen? Ja, het is eigenlijk heel veel dingen. Het is kind zo vaak gefascineerd door bomen. Altijd naar bomen kijken, hoe ze groeien. En op een gegeven moment, als je goed kijkt, dan zie je dat takken graag om een hoek van 60 graden groeien. En als je dan dat consequent doorborduurt, zeg maar, krijg je, ontstaat op een gegeven moment een boom. En men werkt ook over archetypes. Beelden die als kind af aan in ons hoofd worden geplant, zeg maar. Zoals hoe je een boom tekent of een huisje of dat soort dingen. Dat is dat beeldtaal die je gebruikt, zeg maar. En nou, dit beeld is dan een omgekeerde parkbeeld. Normaal heb je een echte boom die door twee paaltjes, twee houten paal ondersteund wordt. En dat is dan precies andersom. En men werkt heel vaak over natuur, cultuur. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Ja, dit is dan eigenlijk een ontmoeting, hè, tussen die twee. Ja, de kunstmatige boom en die twee echte bomen. Ja, en dat komt denk ik voort uit dat je toch hier geboren bent in Nederland. Dat je, heel Nederland is gewoon gecultiveerd. Dus echt geen stukje wild natuur meer of zo. En ja, het is ook heel mooi om te zien hoe mensen daarmee omgaan. En ja, ik probeer dat te verduidelijken of die twee bij elkaar te brengen. Bij het maken van een kunstwerk voor een rotonde, moet je dan nog met bepaalde dingen rekening houden? Ja, we moeten natuurlijk hufterproof zijn. Leg uit. Wat greft hier al op, maar nou ja, dat het vandalisme bestendig is. De invloeden van het weer natuurlijk kunnen doorstaan. Ja, het staat natuurlijk het hele jaar buiten en het mag natuurlijk niet omvallen. Dus je moet een hoop dingen rekening houden of zo. Het is niet dat je een beeld maakt voor een expositie wat daar gewoon binnen staat. Buiten is toch wel een heel ander terrein of zo. En hou je dan ook rekening met het verkeer wat om die rotonde gaat, dat ze bijvoorbeeld niet te veel afgeleid worden door het kunstwerk? Daar moet je ook rekening mee houden. En natuurlijk ook met de breedte, vrachtwagens. Ja, mensen mogen niet te veel afgeleid worden natuurlijk. Ja, dat is best wel, er komt best wel wat bij kijken ofzo. Je moet best wel concessies doen dan als je vrij werk maakt ofzo. En dit kunstwerk specifiek voor deze plaats, hoe gaat het proces in zijn werk als je een opdracht krijgt? Normaal is er dan een locatie waar de gemeente een kunstwerk wil hebben. En dan is er zeg maar een soort inschrijving, kunnen kunstenaars op inschrijven. En aan de hand van je documentatiemap word je dan gevraagd om een ontwerp te maken. En in dit geval ben ik dan degene geweest die uitgekozen is. Heb ik dit ontwerp dan speciaal voor deze plek dan gemaakt. En hoe voelt dat om door de inwoners van een stad uit 7 kunstwerken, dat jouw kunstwerk daar uitgekozen is? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, heel blij mee natuurlijk, ja. Ja. Dus bij deze bedankt. Kijk eens. We hebben hier op de achtergrond het kunstwerk De Boom van Staal staan. Wat vindt u daarvan? Het is voor het eerst dat ik het zie. Echt voor het eerst. Ik heb het nog nooit gezien. En ik vind bomen van de natuur vind ik eigenlijk veel mooier. Kunst zeg maar niet zoveel. MUZIEK
programma Kunst in de Stad. Waarom is kunst zo belangrijk voor de gemeente Spijkenis? Op zich heb je natuurlijk heel veel verschillende vormen van kunst. Hè? En wij proberen in Spijkenissen eigenlijk al die vormen ook gewoon te koesteren. Nou, we hebben het nu overal kunsten in de buitenruimte. En ik denk dat dat om meerdere redenen heel erg belangrijk is. We hebben een aantal voorbeelden van toegepaste kunst. Een combinatie van dat je het kunt gebruiken en vervolgens dat het ook wat emoties oproept. En daarnaast hebben we ook een aantal plekken waar we gewoon echt kunst als solitair object hebben. Nou ja, waarom kunst? Omdat het de buitenruimte verfraait. We hebben heel veel functionele onderdelen in de buitenruimte. Maar het is ook ontzettend leuk om ergens tegenaan te lopen, ergens langs te lopen. Waar je met elkaar over kunt hebben. En waarvan je vervolgens denkt van, hé, leuk dat het er staat. En vervolgens weer verder loopt. Je zegt verschillende kunstvormen. Architectuur, dat is ook een kunstvorm. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Nou, wij hebben de pech dat wij geen stad zijn met hele oude vormen van architectuur. We zijn natuurlijk een ontzettend jonge stad. We hebben wel het idee dat we momenteel met een aantal gebouwen bezig zijn om toch wel architectuur naar de toekomst neer te zetten. En we zijn ermee bezig. We hebben ook de architectuurprijs sinds kort in het leven. Binnenkort kunnen de inwoners daar ook aangeven wat ze het mooiste voorbeeld vinden voor dit jaar. Daarnaast zijn we met een aantal projecten bezig, het theater en zeker ook de bibliotheek, waarvan we toch wel het idee hebben dat we naar de toekomst toe ontzettend mooie gebouwen qua architectonische uitstraling neerzetten. Hoe wordt er bepaald of op een bepaalde locatie een kunstwerk moet of kan komen? Ja, nou, dat is van een aantal factoren afhankelijk. Het is natuurlijk belangrijk dat je ervoor zorgt dat als je ergens een kunstwerk neerzet, dat het ook mooi in de omgeving past. Dus dat betekent dat mensen als stedenbouwkundigen daar natuurlijk ook naar kijken. Het is ook belangrijk om naar de functionaliteit van een kunstwerk te kijken. En daarnaast is het natuurlijk ook zinnig dat je een kunstwerk neerzet wat vervolgens geen onveilige situatie creëert. Dus we proberen het zo breed mogelijk te beoordelen. Daarnaast zorgen we er ook altijd voor dat een aantal mensen die ook verstand hebben van kunst ernaar kijken. Zodat je uiteindelijk een kunstwerk neerzet, als we bijvoorbeeld de boom van staal nemen. Die zet je neer op een plek waar iedereen die er een mening over zou moeten hebben van zegt van goed gedaan. Er is ook een boek uitgekomen, Beeldend Spijkenissen. Kun je daar wat over vertellen? Daar zijn wij ontzettend trots op. We hebben in de afgelopen 4 jaar is het ons niet gelukt om heel veel beelden in de buitenruimte te plaatsen. Uiteindelijk is de Boom van Staal het enige echte nieuwe kunstobject. Maar we hebben wel gezien dat we al ontzettend veel in de stad hebben. En daar zijn we ons eigenlijk niet van bewust of in elk geval niet genoeg. Dus toen hebben we een initiatief genomen waarbij we een boek hebben uitgebracht met een kaart erbij om vervolgens ook al die verschillende kunstobjecten te kunnen vinden. En daarnaast hebben we binnen ons project rondom binnenschoolse cultuureducatie hebben we er ook een lesbrief aan vastgekoppeld, zodat we ook alle leerlingen in de wijken en in de stad rond kunnen laten fietsen en lopen op zoek naar al die kunstwerken. En over het algemeen is iedereen verbaasd dat we er toch al zoveel hebben. Dus dat is een heel leuk initiatief. En over welke groepen van scholen gaat dat dan? Die de... Nou, we proberen al vanaf groep 2 proberen we kinderen in contact te brengen met kunst vanuit het binnenschoolse cultuur-educatieproject. Tot en met het voortgezet onderwijs. En daar worden wel keuzes gemaakt van wat je in welke periode aanbiedt. En als je het hebt over kunst in de buitenruimte, dan zit dat in het project voor het voortgezet onderwijs. Omdat we het ook leuk vinden om met die kinderen de discussie aan te gaan. Bijvoorbeeld het nut en de noodzaak van kunst en de verschillende vormen. Dus die leeftijdsgroep leent zich daar heel goed voor. Vinden jullie het belangrijk dat er in een gemeente veel kunst aangeschaft wordt? Ja, ik vind het eigenlijk niet, want ik vind het best wel saai soms. Niet alles, want ja, soms ziet het er wel mooi uit, maar ik heb er niet zoveel mee eigenlijk. Dus. En vind je het belangrijk dat kunst echt iets betekent? Voor sommige mensen wel, maar niet echt voor mij. Is er een kunstwerk in Spijkenissen waarvan je zegt van nou, dat vind ik wel mooi? Niet echt, eigenlijk. Er is in Spijkenissen ook veel toepasbare kunst. Dat is kunst dat er niet alleen maar staat, maar waar je ook bijvoorbeeld op kan zitten. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel leuk. In het gemeentehuis staan van die stoelen. Ja, het ziet er wel leuk uit. We staan hier voor het kunstwerk Kringloop van het Geld. Kun je daar wat over vertellen?
Ja. Wij hebben in de stad meerdere kunstobjecten, dat hebben we net al benoemd. Niet alles wordt door de gemeente zelf geïnitieerd. Er zijn ook particuliere initiatieven. En de Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse is een hele actieve groep in Spijkenisse. En die heeft er onder andere voor gezorgd dat de Millennium Fontein in het Centrumpark er staat. En dit kunstwerk. Nou, de gedachte erachter heeft heel duidelijk met de tijd te maken waarin dit kunstwerk werd geplaatst. Het millennium en daarnaast de omgang van de euro, of ik moet eigenlijk zeggen van de gulden naar de euro. En dat is in dit kunstwerk, is dat als het ware verwoord. Naast mij staat Kees van Wijngaarden, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse. Meneer van Wijngaarden, kunt u mij vertellen wat Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse precies inhoudt en allemaal doet? Die stichting is eigenlijk ontstaan uit het feit dat ik heb heel veel jaren gewerkt bij Weekblad de Botlek, waarvan mijn vader in 1951 oprichter was. En ik heb altijd gedacht van, nou ja, als ik eens een keer tijd heb, dan wil ik een beeld van een dorpsomroeper in Spijkenisse. Want ik ben weliswaar niet in Spijkenisse geboren, maar ik woon er al heel lang. En als kleine jongen liep ik op mijn klompen achter de dorpsomroeper als die rondging. En hij had dan wat te vertellen, of iemand had zijn sleutels verloren. Of er was wat hij omriep, Vleis aan de Kerkweg. En dat was een noodslagplaats aan de Karel Dormestraat, maar toen Kerkweg. En daar slachtte meneer Arie Baris koeien die in de wei een poot gebroken hadden of iets dergelijks. En dat werd dan rondgeroepen en er kwamen er honderden mensen kwamen dus daar vlees kopen. Ik wist toen niet dat mijn oma toen huilde, want het was een van de 5 slagers in Spijkenisse. Nou, toen ik tussen mijn werk door dit wilde, toen was er een feestje bij de notaris in Spijkenisse. Bij notaris Moerel en Kameraad. Er kwam een derde notaris bij, meneer Gores. En tijdens dat feestje vroeg ik aan Moerel van, wat kost het als je een stichting opricht? Toen zei de beste man, wat wil je daarmee? Ik zei, nou, ik vind het wel leuk om in het dorp bij de kerk een dorpsomroeper neer te zetten in brons. Hij zei, nou, vind ik leuk, ik doe het wel gratis. Nou, dat is toen, moest ik wat dingen op papier zetten, dus dat had ik toen gedaan. En ik kwam weer bij de notaris en die zei, ook, oh, wie zijn je bestuursleden? Ik zei, ja, die heb ik helemaal niet. Want als de belt klaar is, dan houdt die stichting op te bestaan. Hij zegt, ja, dat gaat niet. Dus toen heb ik mijn partner secretaresse gemaakt. Die is dat nog steeds. En Jan de Baan, dat was eigenlijk toch wel de dorpshistoricus, ben ik naartoe gegaan. En ik heb gevraagd, joh, zou jij secretaris willen worden? En wel vier van het idee. Nou, dat vond hij wel leuk. Hij zegt, maar ik zou ook graag een carillon willen in Spijkenisse. Ik zei, ja, carillon, wat kost het allemaal niet? Toen zei hij, nou, in de kerk ongeveer 200.000 gulden destijds. En dat was in 87. Hij zegt, maar we krijgen een ton subsidie van Blik, dus het is niet zo moeilijk. Ik zeg, nou oké, wanneer wil je dat klaar hebben? In 1992. Ik zeg, nou, dan doen we dat voorbij. In mijn onschuld hebben we toen zowel het beeld als het carillon tegelijk in de publiciteit gebracht. Dat was een fout van mij, want ik had bij die notaris, toen ik met die man stond te praten, en toen zei een allochtone Spijkenisser, autochtone Spijkenisser, sorry, en meneer Peet Baris van Wijngaarden, of Kees van Wijngaarden, was hij daar weer te smoezen? Dan zei ik, ja, ik wil een beeld van een dorpsomroeper. En toen sprak de man de historische woorden, het eerste roodje is van mij, dus de eerste 1000 gulden waren dus toen van hem. En tijdens dat feestje, ter gelegenheid van die inhuldiging van die notaris, had ik eigenlijk het halve beeld op elkaar. En toen dacht ik, is dat nou zo makkelijk? Ja, dat is eigenlijk vrij spoedig gegaan. Ik ben toen tijdens een tentoonstelling van beeldende kunst in Zierikzee in contact gekomen met Aad Braat. Die is daar een kunstenaar in het burgerweeshuis woonde die. En ik zei, wat kost het eigenlijk als je zo'n beeld van een dorpsomroeper maakt? Toen zei hij, ja, dat weet ik niet, ik heb het nooit gedaan, maar ik zal het eens uitrekenen. En zo ben ik eigenlijk erin gevallen. Ik heb niet doelbewust kunstenaar uitgezocht, althans deze kunstenaar niet. Maar zo is het gelopen. Hij
heeft toen het beltje eerst in 30 centimeter gemaakt, zo. En toen in 60 en toen later in 1,80 meter. En waarom hebben we nou Aad Braat gekozen? Dat is puur toeval. Bewust is dat niet gebeurd. Hij staat hier en toen, dat waren dus voornamelijk oudspijkenissers. Toen het belt onthuld werd, toen zeiden ze, hij likkend helemaal niet op Aad Kabbedijk. Dat was namelijk de voorlaatste dorpsomroeper die hier in de buurt woonde en hier vandaan startte. Het was ook niet de bedoeling, want het is de bedoeling gewoon maar dat we een dorpsomroeper neerzetten. Als ja, herinnering aan vroeger. Iedere week aan het eind van het programma Kunst in de Stad geven wij ze weg twee keer het boek Beeldend Spijkenissen. Daarvoor hoef je slechts een simpele vraag op te lossen. Waar vind jij dit kunstwerk? Weet jij waar dit kunstwerk staat? Stuur dan je oplossing naar kunstindestad@smartrtv.nl. Dus kunstindestad@smartrtv.nl. Tot zover deze eerste uitzending van Kunst in de Stad. Wilt u deze aflevering nog een keertje bekijken? Dan kan dat op www.smartrtv.nl/kunstindestad. En heeft u reacties, dan kunt u die mailen. kunstindestad@smartrtv.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.